Dames en heren, hier is Maaike. Deze microfoon, die ben je vergeten. Pak deze. Wat moet het toch heerlijk zijn dat je en kan zingen en er prachtig uitziet. En dat je dan ook nog zo fantastisch piano speelt. Ja, ik vond het echt... ik kan me heel goed inleven in dit nummer. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En dat heb ik nu ook gedaan. En waarvoor heb je dit liedje gekozen, Maaike? Ik wilde toch nog een keer laten zien dat ik ook piano kan spelen. En nog niet zo super als een echte pianist natuurlijk. Maar ik kan mezelf wel begeleiden. En ik denk dat dat gewoon ook... je moet een beetje afzonderen ook proberen van de rest. En ik denk dat dit het beste was om te doen. We zagen dat je moeder is helemaal ontroerd. En dat zou ik ook zijn. Maar het is natuurlijk prachtig als je je eigen kind zo ziet spelen op de piano. En dan ook zo mooi gedaan door de productie. Laten we dat ook niet vergeten. In den Rood, met piano's. En mooi in beeld gebracht. Ik moet je wel eerlijk zeggen, dat is iets persoonlijks dat ik gewoon even... Ik heb toch altijd wel het idee, Maaike, dat die ballads jou op een of andere manier veel beter liggen. Dan ben je meer jezelf, dan kan je meer je ei in kwijt. En heb ik dat goed gezien? Ja, dat klopt wel. Ik denk dat ik wel op tempo nummers ook kan. Maar ik denk dat ik gewoon iets meer danslessen of iets meer bewuster dus van mijn lichaam moet worden. Ja. En dat het dan ook wel wil. Maar het klopt, nu liggen de ballads mij wel goed. Nou, ik heb er enorm van genoten. Ik wens je heel veel sterkte bij de jury. Dames en heren, Maaike! Meid, wat goed! Het zag er heel mooi uit. Mag het nou even wat stiller, lieve mensen? Ze hoort me niet eens naast me. Maar het zag er heel mooi uit, maar ook doodeng. Ik dacht echt dat krukje als dat achterover koekelt. Ik heb nog wel even 3 keer gecheckt voordat ik... Dat is een klein rondje. Het lijkt groot, maar dat is het zeker niet. Mark? Ja, ik vond dat was zo intiem en zo sterk en qua vocaal zo goed. Bedankt voor de kippenveld. Dankjewel, Mark. Babette, ook onder de indruk. Ja, enorm. Van mij had je nog uren door kunnen gaan zo. Ik heb enorm genoten. Heel integer en oprecht. En ik zag eindelijk weer mijn Maaike terug. Fantastisch. Super. Ja. Goed gedaan, Maaike. Absoluut.
Maar de punten die zijn nu het belangrijkste. Want ik denk dat Maaike alles in de strijd heeft gegooid om alleen maar 4 tienen te krijgen. Dus gaat dat lukken? Henk-Jan. Ja, ongelooflijk gevaarlijk als je zo last van zenuwen hebt om dan ook nog jezelf te willen begeleiden. En je slaat je daar zo goed doorheen. 1-10. Als je zo zingt zoals jij het net gedaan hebt, dan vind ik dat internationale klasse 1-10. Dat gaat goed. Babette, 1-10. Maar... Mag ik 1-12 geven? 1-12 kan niet, nee. Maar 1-10 wel. Oké, okay, jij maar 1-10. 1-10, yes. 1-10.0 gemiddeld, ja! Yeah! Daar deed ze het voor die dikke vette 10.